Ja, goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is op die klok 10:50 geweest. De computer is nog niet klaar, ja. 10:54. Het is 7 juni. Ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. En vandaag zal er meer geschieden. Vandaag had mijn geliefde mannetje 55 jaar kunnen worden. Helaas mocht het niet meer. Ik zal mijn mannetje er even bij halen. Ga eens even weg, maar toe, even weg. Kijk er door. Even bijpakken. Zo. Dat is mijn geliefde man. Ja, Jack Luisterburg de Jong was zijn naam. En zoals ik al zei, hij had vandaag 55 jaar kunnen worden. En dat mocht niet meer baten. Vorig jaar, dezezelfde datum, op zijn verjaardag, hebben we een gedeelte van zijn as uitgestrooid. Ik had 19 gasten toen. Zijn we door weer en wind, harde storm, regen, het spoelde bij tijd en wijlen. Helemaal naar de zee gelopen, naar het eind, tenminste het eind. Bij een pier hier bij de Texelse boot. En dat was een droevige dag ook weer. En het zal nou een droevige dag met een gelukkige dag worden. Ja, het is een dag met een lach en een traan. Ik heb een vlinder opgespeld, dat heeft een betekenis. Dat heet een nieuw leven, hè? Die betekenis. Dus die heb ik opgespeld en het kleurt mooi bij mijn kleurjurk, toch? Ja, en mijn ketting die valt er steeds in, daar kijk ik ook niks aan. Ik wil die korte laten maken, dat hij net onder die hartjes valt. Van mijn ouders met het roosje van mijn mannetje. Ja, dan valt hij er ook niet meer in. Maar in ieder geval, daar moet ik wel eventjes de tijd voor hebben. En de beste man moet aanwezig zijn die dat voor me doet. Ja. Nou, de dieren zijn momenteel allemaal binnen. Waarom? Ik weet het niet. Het is prachtig mooi weer. Ja, het is heet. Het is nou al heet. Dan moet het nog middag worden. Daar ligt die voor katzwijn. En er zit er eentje onder de tafel zoals gewoonlijk. En er zit er eentje op de weegbank zoals gewoonlijk. Maar ja, maakt niet uit. Oh, ik zie wat. Even mijn computer weer. Eventjes wat wegklikken. Wat iedere keer naar voren komt als ik hem opgestart heb. Ja. Gosje dikkie. En het onkruid, dat groeit ook hard hoor. Nou hebben we eigenlijk sinds vorig jaar een nieuw, ja, ze hebben het helemaal weggehaald, het oude spul. Maar kijk, daarheen een gemeentetuintje. Ja, daar verder ook, maar dat allereerste stukje. Dat hebben ze vorig jaar helemaal leeggehaald. Nieuw aarde erop en nieuwe plantjes gekweekt. Maar wat aan de zijkant staat, dat lijkt wel van dat duingras, dat rot, wat doet het hier? Dat hebben we niet in de wijken. Dat is sukkertrom. We gaan hem meppen. Gaan we meppen. Nou, doe dan. Gaan we meppen? Nee? Kunnen we dit zo goed toestaan? Hé? Hey? Mooi, jammer. Gaan we doen? Nee, je gaat niet in dat hoekje. Dus, nou, dat was mijn mobiel weer. Ze hebben me daar ook weer nodig, merk ik. Dus ja, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En tot straks maar weer. Doei, doei. Gek beestje. Het is warm, hè, buiten. Ja, het is heel warm in schat. Ja. Ja, ik heb buiten ook al netjes klaar, alles. Men kan binnen zitten, men kan buiten zitten. Het is maar net wat ze willen. En veel krijg ik toch niet, denk ik. Nee. Maar in ieder geval, ik heb het wel een beetje gezellig weten te creëren. Dus ik zal het jullie even laten zien.
parasolletje neergezet. Het is maar kleintje, het is zo'n strandparasolletje eigenlijk. Nou, kussentjes op de bank. Nou, tafeltje staat mooi en netjes erbij. Scherm naar beneden. En ja, dat kunnen we zo niet zien. Moet ik aan de andere kant van de zon staan. Zo, en ik heb de Friese vlag maar opgehangen. Ja, dus ja. Onze herdenkingsdag aan onze dierbaren. En er zitten ook een aantal Friese bij. Mijn mannetje was ook gek op Friesland, daar ging niet voor niks naar Friesland toe. En dat is toch ook bij Friesland, ja. Dus ja. Ik had het snel wel warm. Vele malen warmer dan gisteren, mijn jurk. Zo. Vele malen warmer dan gisteren. Het is echt. Poeh. Het is voor het eerst dat ik er eens een keertje een beetje last van heb. Maar ja, komt ook goed. Ja hoor. Dus ik blijf lekker even in huis zitten. Daar is het koeler dan buiten. Ja. Het is hier koeler. Ik heb geen van. Ja, ik heb wel een ventilator, maar die staat op zolder. Ha. Niet slim. Maar ja, oké. Okay. Komt wel goed. Misschien krijg ik zo wel hulp dat die het even doen. Komt goed hoor. Dat, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van jullie dag. Het is prachtig, stralend mooi weer. Ja, en dan moet ik er niet aan denken dat er ook nog een lieve schat in het ziekenhuis zit om allemaal weer plakketjes en dingetjes van mijn lichaam af te halen. Oh, jakkes. En dit weer. Ik moet er niet aan denken. En ook al die zieke mensen, hè, die in het ziekenhuis liggen. Ja, niet eens die kunnen genieten van het prachtige weer. Dat is toch erg. En ook de bejaarde mensen die niet naar buiten mogen of kunnen, omdat er niemand voor ze is. Ik vind het erg. Maar ja, oké. Ik kan er momenteel niks aan doen. En ik kan niet in mijn eentje de wereld verbeteren, dat lukt me ook niet. Daar heb ik wel andere mensen bij nodig. Dus als er meerdere mensen hun geroepen voelen om, al is maar één of twee keer in de week, naar een ouder iemand te gaan, ook al ken je ze niet, hè? Gewoon in een bejaardenhuis, daar bij de balie vragen, zijn hier ook oudere mensen die niemand op bezoek krijgen? Nou, dat zal haast wel hoor. Ga dan naar die mensen toe, ja. En ga even een ommetje met ze maken. Simpel, ik kan geen ommetje maken, maar kan wel met ze genieten in een tuin of wat dan ook. Ja, ik zit zelf in de scootmobiel en als hun in een duurrolstoel zitten, dat gaat niet lukken. Maar ja, maakt niet uit, lieve vrienden. Doe wat jullie doen, willen en doen moeten en geniet van jullie dag. Ik zou zeggen, tot later! Straks een nieuwe adres heeft. Heeft hij alvast een foto al? Ja. Hey meisje. Ja, lieve vrienden. En Corrie, die zit alweer hier. Geruime tijd. Ja. Aan de derde bakje. Aan de derde bakje koffie. En al een vlog gezien. Dag Corrie. Ja, dag. En we zitten hier te wachten op Chrissy. Die komt er rond een uur of twee. Dat gaan we het gezellig maken. En misschien even een tippeltje naar de dijk toe. Eventjes uitwaaien. En eventjes naar ons vertrouwde plekje. Ja, en trouwens gezellig maken. Het is al gezellig. Is al gezellig wat er gezegd. Oh, dus toppie. We maken ons best zo. Een teken van een nieuw leven, hè? Bedoel maar. Toch? Mhm. Kus. Dat, daar ligt Jodokus. Onze waakhond. Ja. Nee. Is uitgeteld, maar dat is hij wel vaak. Dat straks dan, als Chrissy er is, dan pak ik de camera weer even. En dan komen we Chrissy even en dan doen we nog eventjes de blekkers. En dan zullen we eventjes, denk ik, on tour. Yes. En dan gaan jullie uiteraard mee. Tot later. En je hondje? Nou, en daar zit Corrie. En ja. Wie is er gekomen, Corrie? Hè? Wie is er gekomen? Wie is nou net binnengekomen? Chrissy. Mooi. Hé, hey, lieve schat. Hallo. Nou, ik geef je deze rol, of deze,
bos. En de gele... Hij is mooi, schat. De gele bloemen zijn voor jou en voor mij. Als vriendschap. De rozen hadden rood moeten zijn, omdat Jack daarvan hield. Ja, klopt. Heb ik bewust niet gedaan. Waarom niet? Zal ik je vertellen. Het lichte in de rozen, het roosachtige, zoals je het noemen wil, is het nieuwe leven zowel voor jou als voor Jack. En het allerlichtste aan de rozen is jouw nieuwe leven. En jouw begin. En daar ben ik bijzonder trots op. Alsjeblieft. Dankjewel, schat. En dan sluit ik me bij aan. Heel knap zo als het staande weet te houden, hè? Ja. En wat ga je... zei je ook? Nou, hij moet in stroom meteen in een vaas. En die vaas, die moet... Oh, jullie zeggen, oh jee, hoe moet ik dit doen? Ga eens weg. Ik heb twee handen. Nee. Nou, ik moet, denk ik, zo'n grote vaas hebben die daarop staat. Die wijdste, hè? Ja. Deze. Ja, daarop. Ga je erbij? Je hebt geen opstapjes, toch? Ja, daar is de koelkast, staat een opstapje. Maar ik kan er wel bij, hoor. Ik kan er bij. Ja. Je moet een trappie pakken. Ja, we moeten een trappie. Ja, een trappie. En wie klimt? Oh. We zijn nog helemaal niet zo. Niet die blauwachtige, want die is nog steeds van Wilma. Deze wil je of dit? Nee, die andere. Deze, ja. Die wij. Kobi. Ik neem hem over. Zo, nou, er wordt toch goed samengewerkt hier, al zeg ik het zelf. Waarom willen ze ze weg? Er wordt al water in gedaan. Nee, vaas altijd even schoonmaken. Oh, gooi dat, vaas altijd schoonmaken. Oké, nou, weer wat nieuws. Lukt dat niet? Nee. Doe ik zelf wel. Nee, gaat niet. Doe ik zelf wel. Ik moet eerst mijn kamer even houden. Mag dat? Nee, gaat lekker niet. Lekker puur. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Thank you.
Die gaat er nog wel langs. Die gaat dus achter me langs, gaat door het poortje. Mooi, hè? Ja. Kijk eens. Toppie. Geweldig. Grote lichtflits. Ja? Ja. En daar is het donker. Ja. En kijk, daar is. Ja. Moet je kijken, het is toch gewoon één opening, één gat? Ja, zou je denken. Dat is dat witte wat je dus ziet, dat is, weet ik wat het is. Dat is dus het zand van het strand wat opgewaaid wordt. Zo bijzonder weer, dat wij dat mogen meemaken. Maar goed dat we naar buiten zijn gegaan. Ja. Nou, lieve vrienden, jullie zien het hopelijk ook allemaal straks op de vlog. Hoe mooi dat allemaal is. Met dat licht en de bewolking. En de mooie zee. Ik weet nou waarom jij zo